Nou, jullie zijn hier allemaal om een meertalige website, om de mogelijkheden voor een meertalige website te verkennen. En dan begint het er natuurlijk mee dat meertalige online informatie cruciaal is. Wat we ook zien uit de cijfers, hè, de afgelopen maanden zijn er weer allerlei cijfers ook over 2023 verschenen. En in 2023 waren er bijna 1,5 miljoen gasten in Nederland, waarvan 70% geen Nederlands sprak. Nou, al die gasten die ook naar Brabant komen, die hebben een behoefte aan meertalige informatie op het moment dat ze op vakantie gaan. En we zien dat ook bijvoorbeeld aan het aantal Duitse gasten. Het aantal Duitse gasten is ook enorm gestegen. Als we kijken naar 2023, dan zijn er 46% meer Duitse gasten in Brabant geweest dan pre-corona. Dus we hebben echt dat weer mooi ingehaald en we blijven doorgroeien. En dat aantal gasten uit het buitenland zal ook de komende jaren verder gaan toenemen. Dus heel belangrijk om meertalige informatievoorziening te hebben, onder andere via je website. Daarmee ben je niet alleen gastvrij, maar ben je ook beter vindbaar op het moment dat de gast die bijvoorbeeld ergens verblijft, zich gaat oriënteren op de omgeving. Allerlei redenen dus om een meertalige website te hebben. Maar toch zien wij in de praktijk dat er ook veel ondernemers zijn die nog geen meertaligheid bieden. Dus wij stellen ook regelmatig die vraag van, ja, wat is nou de reden om nog geen meertalige website te hebben? En dan zijn er eigenlijk drie redenen die vaak worden genoemd. De eerste is tijd. Hè, het kost tijd om het te organiseren, maar ook tijd om uit te zoeken welke verschillende opties er allemaal zijn om een meertalige website te creëren. Het kost geld, hè? Dat is natuurlijk ook een cruciale. En het is ingewikkeld of technisch, hoe het allemaal precies zit, hoe pak ik dit aan? Nou, en dat zijn eigenlijk ook redenen waarom we dit webinar hebben georganiseerd en waarom we ook de samenwerking met Clonable en vertaalbureaus zijn aangegaan. Eerst zet ik nog even wat mogelijkheden op een rij van, hè, mocht je wel met meertalige website aan de slag willen gaan, welke opties zijn er dan? De opties die veel gebruikt worden, heb ik hier even op een rij gezet. Google Translate, plugins. Die zijn gratis en die zijn automatisch, dus het is altijd up-to-date. Maar de kwaliteit van de vertaling is niet zo goed en het is niet SEO-proof. Dan hebben we ChatGPT, ook steeds meer gebruikt. En die is gratis ook. En die vertaling is iets beter dan het niveau van Translate. Maar hierbij is het een momentopname. Op het moment dat je de tekst daarin gaat vertalen, dan moet je die handmatig weer in je CMS, in je website opnemen. Dus je moet eigenlijk continu daarmee aan de slag blijven gaan. Ja, dan hebben we nog de optie van een vertaalbureau, waarbij je eigenlijk de perfecte vertaling hebt. Maar dat is dan weer relatief duur. En het is ook weer een momentopname, want je moet steeds je teksten van je website weer opnieuw laten vertalen, weer opnieuw invoeren. En dat kost eigenlijk allemaal tijd. Vertaalbureau is natuurlijk wel een heel goed alternatief voor meer statische informatie, bijvoorbeeld voor een brochure. Maar voor een website blijkt het in de praktijk toch een lastige oplossing te zijn. En Clonable, de partij met wie we vandaag dit webinar organiseren en waar we ook een partnership mee hebben, die biedt eigenlijk een heel goede vertaling. Is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld een vertaalbureau en andere opties. Het is ook SEO-proof en waardoor je dus binnen Google en binnen zoekmachines goed vindbaar bent. En het is altijd up-to-date, want het is automatisch. Dus eigenlijk zijn er volop redenen waarom wij denken dat Clonable een goed alternatief is. Dus zijn we ook gestart om daar een pilot met een aantal ondernemers te gaan aangaan. Om hun eigenlijk met Clonable kennis te laten maken. En hebben we ook in de gaten gehouden van, waar gaat het goed, waar gaat het mis? Nou, en dat blijkt gewoon in de praktijk heel erg goed te werken. Hier een voorbeeldje van Taverne de Oude Brandtoren. Die zijn met meertaligheid aan de slag gegaan, omdat ze merkten dat er steeds meer Engelse en Duitsstalige gasten op het terras kwamen. En die wilden ze natuurlijk een goede service bieden. Daarom hebben ze voor Clonable gekozen, omdat het niet duur is en in no time werkt. En tot op heden, zij zijn er dus een paar maanden geleden mee aan de slag gegaan en werkt het ideaal. Nou, de reden om dit te gaan doen is extra klandizie, omdat ze gasten het fijn vinden om in hun eigen taal voor onderzoek te doen. Ook als je jezelf in de gast verplaatst, wil je ook graag in je eigen taal informatie kunnen vinden. Dat voelt ook betrouwbaarder.
Dus ja, wij zijn eigenlijk wel heel erg overtuigd van dit systeem. En daarom bieden we deze webinar aan en die samenwerking met Clonable nu ook naar een bredere groep. Dus zowel naar partners van Visit Brabant als naar niet-partners, naar DMO's die vandaag bij deze sessie ook zijn aangesloten. Maar de beste manier eigenlijk om het te laten zien hoe het werkt, is om het gewoon echt in de praktijk te laten zien. Dus daarom ook de naam van deze webinar in 5 minuten je website vertaald. Dus dan wil ik graag het woord aan Teun geven, die vervolgens de demonstratie zal gaan geven. Ja, dankjewel Ankie. Zullen wij nog heel even naar de slides overgaan? Dan heb ik nog heel even een kleine introductie over hoe het precies ongeveer werkt, als dat kan. Zeker. Kijk, fijn. Even kijken. Ja, mag eentje verder hoor. Kijk, super, dankjewel. Wat Clonable eigenlijk doet, is wij hebben een website, hè, bijvoorbeeld website.nl. Dat is dus jullie huidige Nederlandstalige website. En daar kunnen we eigenlijk een kopie van maken. En die kopie die zouden we dus op een subfolder kunnen zetten, een subdomein of een nieuw domein. En je ziet al hier in de informatie, een subfolder is als je bijvoorbeeld website.nl/de of /en zou hebben. Een subdomein is een de. Of een en. En een nieuw domein is website.de of juist een volledig Duitse term, zolang dat domein maar vrij is. En er zijn een paar verschillen tussen. Subfolders binnen Clonable kunnen we ze op WordPress kunnen we ze heel makkelijk instellen. Ik gok dat ongeveer 90% van jullie je website via WordPress heeft, dus dat werkt best mooi. En het toffe van zo'n subfolder is dat je jouw SEO-score meeneemt. Dus dat betekent dat jij de optimalisatie die jij met je website op bijvoorbeeld Google hebt, daar bouw je een soort autoriteit op naarmate je langer op dat domein aanwezig bent. En als jij daar je vertaling op zo'n .nl/de gaat zetten, dan kun jij met jouw vertaling een beetje meeliften met die reputatie, zeg maar, die je in Nederland hebt opgebouwd. Verder heb je er ook geen extra kosten bij, want je zit gewoon op de kosten van de website zoals je hem al hebt. Je zou dan alleen voor de vertaling zelf betalen, maar daar komen we dadelijk op. Subdomein, dat is altijd mogelijk. Het grote nadeel daarvan is dat je je SEO wel opnieuw moet opbouwen. Omdat echt Google ziet dan, die hebben dan het idee van, hey, dit is allemaal heel leuk. Maar ik weet niet zeker dat deze websites, zeg maar, van dezelfde komen. Dus op het moment dat jij denkt van, hey, ik wil hier autoriteit opbouwen, dan moet je echt vanaf nul af aan beginnen. En dat kan wel en je kunt er net zo groot worden als je al was. Maar je hebt gewoon even een moeilijkere start, zeg maar. En tenslotte hebben we nog een nieuw domein. Dat is ook altijd mogelijk. Ook daar moet je dus je SEO helemaal opnieuw opbouwen, omdat het voor Google totaal onbekend is. Je hebt eventueel domeinkosten, hè, omdat je voor jullie .nl betalen jullie waarschijnlijk ook gewoon geld. Nou ja, dat zou dus voor je .de of je .com hetzelfde gelden. Grote voordeel is wel dat je daarmee ook echt een beetje een eigen identiteit kan maken. Als jij gewoon een museum.de website hebt, dan ben je voor een Duitser wel wat autoritairder als wellicht een Duits bedrijf misschien. Dat zal voor jullie als echte toeristische bestemmingen wat minder relevant zijn. Dus ik denk dat jullie voornamelijk op subfolder willen zitten. En mocht dat niet mogelijk zijn, op subdomein gaan zitten. Als we dan even naar de volgende kunnen gaan. Nou hebben we natuurlijk het vertalen. En normaal is een vertaaltraject is gewoon redelijk omvangrijk. Je moet eerst even kijken wat je normaal op de website hebt staan. Dan moet gestuurd worden naar vertalers. Dan moeten jouw websites, de pagina's moeten overal klaargezet worden, zodat die nieuwe taal erin gezet kan worden. Dan moet je wachten tot de vertaler ook echt het werk vertaald heeft. Los daarvan moet je ook de template website of de schabloonstukken, zeg maar. Dus ook je homepagina moet je waarschijnlijk, de verwijzende tekst ernaar moet je allemaal aanpassen. Je menu items moet je bijwerken. Op het moment dat die vertaling is ingeleverd, zet je hem ook weer terug in de website. Ben je eindelijk klaar en dan denk je, en nou is er weer iets nieuws op de website en dan kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Dat is, zoals Ankie al zei, de kwaliteit van een echte vertaler is natuurlijk hartstikke hoog, maar dit is gewoon een proces wat echt super lang kan duren. En wat ook nogal snel in de papieren kan lopen als je redelijk vaak je website update. Dus dachten wij bij Clonable van, joh, dat gaan we anders doen. En dat is eigenlijk gewoon een abonnementsvorm die het volledig automatisch gaat doen. Dus op het moment dat jullie je Nederlandse website aanpassen, zorgen wij ervoor dat die vertalingen
in jullie geval vaak Engels en Duits, dat die automatisch meegenomen worden en automatisch geüpdate worden als jullie iets aanpassen. Dus stel, je maakt een nieuw evenement aan in Nederland, dan weet je zeker dat je Duitse en je Engelse gasten ook gewoon meegaan met die vertalingen. Nou, denken jullie waarschijnlijk allemaal, klinkt allemaal heel erg leuk. Oh, ik zie in de chat de Franse vertalingen. Zeker, kan ook. Ik weet dat ze bij Visit Brabant voornamelijk sturen op Engels en Duits. Ze hebben ook een pakket waar je twee talen kunt afnemen. Zeggen jullie nou, we hebben daar liever Japans en Frans. Doe je dat? Dat maakt verder niet uit. Nou kunnen we zeggen van, hey, het is allemaal leuk die uitleg, maar ik wil het eigenlijk wel eens zien. Als ik mijn scherm zou mogen delen, Anki? Ja. Kijk, super. Even kijken. Als het goed is, begint hij nu in te laden. Ja. Top. Dan zie ik in de deelnemers museum het oude slot. Nou, dan gaan we daar even kijken of we daar iets van kunnen maken. Wat we dus doen, is we gaan hier eigenlijk de invullen zoals die origineel is. Dus dat is museumoudeslot.nl. Plak ik die even hier en dan drukken we op go. En dan gaat hij automatisch even kijken van, hey, hoe zit die website nou precies in elkaar. Dus wat hij herkent, is dat het een Nederlandstalige website is, dat die in Nederlands geschreven is en dat jullie op WordPress zitten. Nou, als dat klopt, zeggen we mooi. Instellingen kloppen. En dan kunnen we nou de taal kiezen. Zal ik hem even in het Engels zetten. En kunnen we doorgaan. En krijgen we nu al meteen een overzicht van, hey, we willen dus museumoudeslot.nl vertalen naar in dit geval en.museumoudeslot. Dat is voor de demo even handig. Nou, drukken we op volgende. En nu gaat hij hem al genereren. Dus wat we nou aan het doen zijn, is dat we eigenlijk de homepagina gaan we even afkijken. Gaan we het thema van je WordPress gaan we even inladen. De lettertypes die je gebruikt, de afbeeldingen. Die gaan we even allemaal overzetten of kopiëren dus naar onze demo-omgeving. En vervolgens gaan we die tekst die in die website staat, die gaan we herkennen. En die gaan we dus vertalen naar het Engels. Wachten we heel even tot die klaar is. Dat zal binnen een minuutje ongeveer zijn als het goed is. Even kijken, ik zie ondertussen een vraag. Kan het ook bij websites die niet in WordPress, maar in Craft zijn gebouwd? Kan zeker. Het enige waarvan wij zeggen, hier is WordPress echt heel handig voor, dat zijn dus die subfolders. Dus dat is museumoudeslot.nl/en in dit geval. Maar de vertaling en zo, dat werkt prima ook in Craft. Kijk, ondertussen zien we hier dat de Engelstalige demo klaar is. Kan ik op Show the Demo drukken. En dan worden jullie in het andere tabblad. En zie je hier dat gewoon de website volledig in het Engels vertaald is ineens. Kijk, dus dan kunnen we hier zo mooi naar beneden scrollen. En heeft hij hem gewoon prachtig mee vertaald. Ik zag nog een vraag in de chat, Teun. Ja, Umbraco. In principe iedere website, ik zal hem niet heel erg technisch inzetten, maar als een website statisch is, zeg maar, hè, dus dat de tekst gewoon vaststaat in de dingen, kunnen we hem eigenlijk in principe altijd wel pakken. Als je echt zegt van, hey, we hebben gewoon een specifieke case, dan stuur even je website door en dan kunnen we gewoon kijken hoe die reageert op Clonable. Meeste systemen, zoals onze Visit Brabant partners die hebben, die werken er gewoon prima op. Goed, we zien hier dus dat de website volledig vertaald is, met nieuws en alles mooi meegenomen. Maar dit is natuurlijk volledig automatisch gegenereerd. Dus het kan zijn dat jullie zeggen van, hey, dit is leuk, zo'n automatische vertaling, maar ik wil wel gewoon zeker weten dat het volledig klopt. Nou, dat kan dus in Clonable. Als ik nou op Finish Setup druk, zien we hier allerlei opties verschijnen waarmee we gewoon onze vertaling kunnen aanpassen. Allereerst is de Clone Editor. En die gaat eigenlijk gewoon volledig jullie website inladen, maar wel binnen Clonable, zodat je hem kunt aanpassen. En Teun, even tussendoor. Dit wat jij nu zegt, hè, dat scherm wat jij laat zien, dat is dus hetgene waar een ondernemer toegang toe krijgt. Ja, volledig. Ja, zeker. Op
Omdat jullie dus ingelogd zijn binnen Clonable, kun je hierop drukken, heb je die clone editor. En zie je hier overal die oranje potloodjes bij staan. En daar kun je eigenlijk gewoon je tekst aanpassen zoals je zelf wil. Zeg jij nou van, hey, oké, dit is leuk. We kunnen hem ook nog laten proofreaden door een AI daar weer doorheen. Dan hebben we hier een mooie groene knop AI. En dan kunnen we nog zeggen hoeveel mail we willen hebben. En dan kunnen we ook daar weer een tekst laten genereren. Nou, zeggen we hier, als je dit wil hebben of juist niet, kun je dit weer accepteren. Je kunt dit ook weer handmatig aan gaan passen. Dit is precies hoe je het zelf wil. Nou heb ik nog hier in het logootje, ga ik hem even hier openen, zie ik hier dat het logo, daar staat in erfgoed, daar staat in kunst, educatie. Daarvan zou je zeggen van nee, ik wil waarschijnlijk dat vertaald hebben naar het, in dit geval Engels. Wat je dan dus kunt doen, is dat we de afbeelding zelf, die kunnen we vervangen naar een andere. Dus jullie kunnen zeggen in jullie WordPress-omgeving of een Braco of hoe dan ook, kun je gewoon een afbeelding uploaden. En daarin kun je dus degene zetten met de Engelse tekst. Dus kun je hem gewoon één op één wisselen en zorgen dat hij gewoon meegenomen is. Als je zegt, hey, ik wil echt structureel regels instellen, want er zijn gewoon bepaalde woorden of bepaalde termen die ik op een bepaalde manier vertaald wil hebben, dan kun je ze hierin zetten. Dus dan ga je hier bijvoorbeeld zetten van, hey, we willen een, als ik nou een, bijvoorbeeld storytelling, zou ik erin willen zetten en die wil ik vervangen naar stories, ik noem maar iets, kun je hem hier toevoegen. En dat houdt eigenlijk in dat hij normaal, als hij storytelling zou vertalen, zeg maar, maakt hij daar altijd stories van. Dit kan hoe complex je wil, het kunnen combinaties zijn, het kunnen volledige zinnen zijn, maakt niet uit. En we hebben ook nog translation exclusions. Wat je daarin zou zetten, dat zijn dus woorden die je echt vast wil houden. Nou kan ik me hier bijvoorbeeld voorstellen dat je het oude slot daarin zou willen zetten, omdat je wil voorkomen dat hij dat gewoon gaat herkennen als Nederlandse tekst en vertalen naar het Engels. Dat is natuurlijk jullie naam, en dat is gewoon een term die je vast wil houden. Teun? Er zijn twee vragen bijgekomen in de chat. Even kijken, hoe werkt het met dynamische content? Ligt er een beetje aan, ik neem aan dat jullie allemaal geen programmeurs zijn. Als het met dynamische JavaScript ingeladen wordt die van andere domeinen komt, dan kan het nog wel eens pittig worden. Verder lukt het ons eigenlijk altijd wel. En nou denk ik waarschijnlijk dat ieder denkt, ik heb geen flauw idee of ik nou een JavaScript van een extern domein heb. Maakt niet uit, dat snap ik helemaal. Stuur even je website door en dan kunnen we gewoon even kijken hoe die werkt met Clonable. En als je dan een specifiek blokje hebt van, waarvan je denkt van ik weet niet precies hoe dit werkt, dan kijken we daar gewoon even rustig naar en dan zien we vanzelf al of het werkt. Kun je ook een deel van de website laten vertalen? In principe zeggen wij, dat is niet per se de bedoeling van Clonable. Omdat we juist erin steken dat jij op het moment dat je in het Nederlands iets aanpast of iets toevoegt, dat dat meegenomen wordt in je vertaling. Nou zijn er wel opties om bijvoorbeeld een bepaald blok uit te sluiten van de vertaling, dat die niet vertaald wordt of juist ook dat die helemaal niet zichtbaar is. Dus het kan wel, maar wij zeggen vaak probeer dat wel incidenteel te houden. Probeer echt een klein stukje of een klein blokje te verwijderen en niet bijvoorbeeld driekwart van je hele website. Goed, dan heb ik nog eigenlijk één klein dingetje die ik heel even snel wil laten zien en dat is onze language switcher. Dit kan er wellicht ineens heel erg complex uitzien. Maar wat dit in principe doet, is eigenlijk dit blokje kunnen we toevoegen aan jullie website. En dus dan kun je hier zien dat die nu in het Nederlands is. Dan druk je op het pijltje naar boven en dan komt dan Engels bij te staan. Dan kun je ook, daar komen eigenlijk alle talen bij te staan die je via Clonable vertaalt. En die kun je dus hier aan deze linkerblok, kun je die helemaal aanpassen. Dus je kan zeggen van, hey, ik wil de vlag wel of niet zien. En je ziet hier meteen dat die in bijwerkt. Ik zet de vlag uit of ik zet de vlag aan. Die maak ik rond. Ik wil de taal niet laten zien of ik wil de regio niet laten zien. Of precies hoe je wil. Vervolgens kun je hier nog kleuren kiezen van de achtergrond. De hover is dus als je hem selecteert, zeg maar. Dus dat zie je hier. Dat die kleur wordt. Die kun je nog helemaal aanpassen naar wens. En zo kun je het jouw bezoekers ook zo makkelijk mogelijk maken. Om nou te zeggen van, hey, ik zit nou op de Nederlandse website, maar ik wil naar de Duitse. Ja, we hebben verder nog een hoop features om echt de code in je website aan te passen.
Maar ik zou zeggen, die details zal ik jullie besparen voor vandaag. Als er nog concrete vragen zijn, dan zit ik hier natuurlijk wel om die te beantwoorden. Dus als jullie zeggen, nee, ik mis nog iets of ik wil nog iets weten, dan steek even een handje op of vraag het in de chat. Dan kunnen we kijken hoe het werkt. Ja, zijn er nog vragen? Kijk, ik zie dat iemand aan het typen is. Ah. Wat is de invloed op de snelheid? Goede vraag. De eerste keer dat iemand een pagina bezoekt, dan moeten we de vertaling even genereren. Dus dat betekent dat we controleren altijd van, hey, er is nu een bezoeker op de pagina. Die wil hem bezoeken. Is dat nog de meest recente versie van de pagina? Zo ja, dan wordt hij er gewoon neergezet. Heb je eigenlijk geen invloed. En dat is hier ooit een paar milliseconden, maar dat is nog geen tiende van een seconde. Moet die opnieuw gegenereerd worden, dan kan het zijn dat het even 2 seconden verschilt, zeg maar. Maar zodra een vertaling gegenereerd is en iemand anders bezoekt die pagina gewoon ergens in Duitsland, als die vertaling er is, dan is die er en dan werkt die gewoon. Dus dan zie je nauwelijks verschil. Even kijken, vragen kunnen neem ik aan ook later gesteld worden door onze webbeheerder. Ja, zeker, tuurlijk. Als er vragen zijn, dan onze contactgegevens worden dadelijk ook gedeeld, denk ik, Ankie. Ja, zeker. Ja, absoluut. Gewoon vragen stellen, dat mag altijd. Ik zie nog een vraag in de chat. Ik zie niet goed wat het verschil is tussen een vertaling via bijvoorbeeld DeepL en Clonable. Ja, ook een hele goede vraag. Wat je dus eigenlijk doet als je binnen DeepL gaat vertalen, is dat je jouw Nederlandse tekstblokjes, die moet je gaan kopiëren en die moet je in DeepL gaan zetten. En dan komt daar een Duitse vertaling uit en dan moet je die weer gaan kopiëren en dan moet je die gaan plakken. En dan moet je in jouw website zorgen dat er een pagina is waar je die Engelse vertaling in kan zetten. En dan plak je hem daar. En dan moet je dat eigenlijk de hele tijd bijhouden. En wat wij dus bij Clonable zeggen is van, joh, vooral daarop willen wij zeggen, dat werk willen we je gewoon besparen. Dus op het moment dat jij in het Nederlands op je website iets aanpast, gaat Clonable automatisch kijken van, hey, klopt dat nog wel? Is dat up-to-date? En zo nee, dan zorgen wij dat die vertaling ingeladen wordt. Daarbij is nog het verschil, dus dat zijn al die vertaalregels. Die stel je 1 keer in binnen Clonable en dan pas je dat altijd toe. Binnen DeepL zie je dan waarschijnlijk dat een term alsnog niet is zoals je mail. En dan moet je die weer handmatig gewoon gaan bijwerken. Ja. Ja, en nog een vraag over de kosten. Daar zal ik zo op terugkomen. Maar zijn er nog andere inhoudelijke vragen? Ik zie nog een typende Anja. Handje opsteken mag trouwens ook aan. Even de camera aanzetten. Anja had dezelfde vraag. Helemaal goed. Ga ik nu, als jij het delen even wil stoppen weer, Teun. Uiteraard. Dan ga ik juist delen. Kijken. Zien jullie mijn scherm? Ja. Ja, helemaal goed. Dan de vraag die al in de chat werd gesteld. Wat kost Clonable? Ik heb het even op een rij gezet. Ik gaf al even aan. Wij zijn vanuit Visit Brabant de samenwerking met Clonable gestart. Niet omdat we daar zelf een belang bij hebben, maar omdat wij erin geloven dat het een makkelijke, goede, snelle oplossing is. Waarbij je ook echt geholpen wordt met het onboarden. En dat is ook waarom wij dit natuurlijk organiseren. Door die samenwerking hebben wij ervoor kunnen zorgen dat Clonable jullie een veel interessanter tarief kan bieden dan wat er normaal al geboden wordt. Nou, het reguliere tarief van Clonable is 45 euro per maand. Iedereen die via Visit Brabant bij Clonable terechtkomt, die betaalt 19,50 per maand. Dus dat is al een flinke korting. En voor de partners van Visit Brabant is het zelfs zo dat zij maar 12,50 per maand betalen in het eerste jaar. En daarna 17,50 per maand. Het is een overeenkomst die je sluit met Clonable, niet met Visit Brabant. En het is een overeenkomst die voor 12 maanden is en daarna maandelijks opzegbaar.
Alle details over de overeenkomst, die worden natuurlijk in het vervolg, op het moment dat je geïnteresseerd bent, allemaal gedeeld. En jullie ontvangen later vandaag, of tenminste ik denk vandaag, Janneke, ja, vandaag een mail. En daar hangt dus ook een link in, waarmee je meteen naar de demo-omgeving kan gaan, een account aan kan maken. En op het moment dat je dat doet, dan krijgt Teun een seintje. Dat je geïnteresseerd bent en gaat hij met jou ook de mogelijkheden bekijken. Dus ook bijvoorbeeld de plugins of de uitzonderingen die vandaag al even aan bod kwamen. Ja, die kun je dan echt één op één met Teun doornemen. Dus dat is wat de kosten zijn. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn. In de chat of geen handjes. Een compliment dat het er goed uitziet van Anja. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, ik heb nog wel een hele kleine toevoeging aan de kosten, als ik heel even mag inspringen. Ja, zeker. Die zijn wel gebaseerd op de grootte van een gemiddelde hotel of een gemiddeld museum, zeg maar. Ik zie dat er ook een aantal regionale DMO's aanwezig zijn die waarschijnlijk een hele grote agenda hebben of een hele grote kalender. Die zitten waarschijnlijk wel in een groter pakket dan wat wij nu aanbieden. Dus als zij echt geïnteresseerd hebben, dan zou ik zeggen, hey, neem even contact op met ons. En dan gaan we gewoon kijken hoe we dit netjes kunnen inkleden met elkaar. Ja, helemaal goed. Ja, en Teun, ik neem aan dat jij ook die check doet, hè, op het moment dat iemand binnenkomt van, hey, hoe ziet de website eruit? Als die veel groter is, dat jij gewoon informeert over wat dat betekent, ja, voor zeker de volwaarde. Maar het is inderdaad dus als een website echt heel, heel erg groot is. Dat zal voor de normale bestemmingen, zeg maar, zal het niet gelden. Maar inderdaad, mensen die een hele grote agenda bijvoorbeeld hebben of een grote shop ernaast, dan kan het zijn dat er iets anders uitkomt. Maar ja, ik zeg al, dan kijken we altijd even, ja. Nou, helemaal goed dat je het aangeeft. Er is nog een vraag. Nog een vraag. Oh ja. Mart Clonable kijkt eigenlijk altijd op het moment of een web... Als een website bezocht wordt in Duitsland, of die vertaling nog de nieuwste versie is van de originele site. Dus op het moment dat een Duitser jouw website zou bezoeken via Clonable, gaat Clonable controleren van, hey, is die vertaling nog up-to-date? Zo niet, wordt die meteen bijgewerkt. Dus zolang jij gewoon binnen je abonnement blijft, heb jij altijd gewoon de up-to-date versie. Daar zit hooguit een vertraging van 2 minuten in. Top. Nog andere vragen? Er wordt nog getypt. Dankjewel. Oké, helemaal goed. Nou, dan nog even op een rij. Ik noemde het net al even. Jullie ontvangen dus de info, dus deze presentatie, de opname daarvan en een linkje naar de demo-omgeving per mail. Als je dat linkje volgt, kun je een account aanmaken en dan kun je eigenlijk meteen je website in demo, zeg maar, laten vertalen. En neemt Clonable ook contact met je op. Dus dan kun je gewoon aanmelden. Heb je in de tussentijd vragen, dan kun je contact opnemen met mijzelf of met Teun via info@clonable.net. En vooral als het natuurlijk om de technische vragen gaat, ja, dan zou ik zeggen, neem vooral contact op met Teun, want die kan al die vragen super beantwoorden. Nog een vraag? Ja. Wat als een expat in Eindhoven de site bezoekt, dus niet vanuit Amerika? Ja, het gaat eigenlijk om, dat is ook waarom Ankie al eerder aangaf dat die SEO-proefheid erin moet zitten. Dat heeft ermee te maken dat een Amerikaan, hè, die een expat is, maakt niet uit waar die vandaan komt, maar het gaat om de zoektermen die hij gebruikt. En als die zoektermen overeenkomen met de inhoud die op de website staat, dan komt je website naar voren. Dus het maakt niet per se uit als jij zegt van, hey, ik wil per se een Engelse site, dan hoeft iemand niet uit Engeland te komen. Maar het gaat erom dat diegene in het Engels aan het zoeken is en dat jij dan naar voren komt. Allemaal goed. Nou, als er dan verder geen vragen zijn, dan wil ik jullie bedanken voor jullie deelname aan dit webinar. En Teun, bedankt voor al jouw heldere toelichting. En dankjewel en een fijne dag allemaal. Goed, fijne dag.